Ja, we zitten in het organisatieteam van het filmfestival. En we hebben alles georganiseerd. En ja. Dat doen we samen met, ik denk, 13 andere leerlingen van 5 scholen. Van Da Vinci College Kagerstraat, het Visser het Hoofd Kagerstraat, het Stedelijk Gymnasium Athena en Socrates en het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Zo, dat klinkt heel gezellig. Lux, wat hebben jullie dan gedaan? Hoe organiseer je dit? Ja, voor het Scholieren Filmfestival moesten wij zelf heel veel organiseren. We moesten trailers maken, posters maken, sponsoren zoeken. Ja, echt heel veel moest er worden gedaan. We moesten zelf de zalen aankleden. Echt heel veel. Ja, voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Is dit nou gewoon een filmfestival dat jullie zeggen van nou, scholieren die mogen er naartoe? Of worden er ook echt films vertoond die door scholieren gemaakt zijn? Overdag, in de ochtend en in de middag worden er voor alle scholieren van die 5 scholen die ik net heb opgenoemd vertoond. En in de avond is het gewoon voor open publiek. Dus dan kan eigenlijk iedereen komen en dan kan je kaartjes zelfs kopen op onze site. En dat is sfleiden.nl. Ja. Nou, dat klinkt spectaculair. Je vertelde net, jullie hebben trailers gemaakt. Vertel eens, welke films zijn er volgende week allemaal te zien? Wat hoogtepunten? Op maandag is de opening. Dat is een gesloten opening helaas. Op dinsdag... Een gesloten opening, dat ja. Is heel raar hè? Op dinsdag speelt The Guilty en Free Solo. Free Solo is een hele vette documentaire. Misschien heeft iemand er wel wat van gehoord. Over een... ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar een bergbeklimmer. En die gaat een berg van 1000 meter... gaat hij zonder ook maar enige touwen of iets... gaat hij de berg beklimmen. Alex Honnold is dat. Ja, Alex Honnold. Op woensdag speelt Birdman en Tickled. Tickled is een documentaire. Is heel raar eigenlijk. Over iemand die een hele business maakt. Over mensen die... in een wedstrijd elkaar gaan kietelen en dat dan zo lang mogelijk volhouden. Heel vaag, maar het schijnt een hele goede documentaire te zijn. Op donderdag is The Hate U Give en First Man. En op vrijdag speelt Arrival en Minding the Gap. Minding the Gap is ook weer een documentaire over drie jongeren die skaten, skateboarden. En die doen dat als een soort uitweg voor hun thuissituatie. En thuis hebben ze best wel... Dat is heel heftig. En dan als uitweg gaan ze skateboarden. Rikst, documentaires. Dat is toch super saai als je jouw leeftijd hebt. En je kan het niet stopzetten. Je kan het niet doorspoelen. Je kan niet ondertussen wat anders op je telefoon gaan zitten doen. Je moet ook nog kijken tot het eind. Waar begin je aan? Ja, nee. Het is denk ik heel interessant. Het spreekt niet gelijk aan voor de scholieren, denk ik. Maar als ze er zijn... Is het wel gewoon. Het zijn goede documentaires. Dus... Ja, dit klinkt zo van. Nou, misschien dat er 2 mensen komen, dan is het best leuk. Even enthousiast. Ja, ik had nu toevallig net 3 documentaires opgenoemd, maar dat waren ook de enige documentaires. Oké. Voor de rest spelen daar ook gewoon echt normale films. Maar ik denk dat de documentaires die wij in ieder geval hebben uitgekozen, best wel heel erg vet zijn. Dat het niet echt als zo'n saaie praatdocumentaire is, maar dat het echt wel. Gewoon echt voelt als een film. En dat je echt niet naar je telefoon hoeft te staren. Maar dat je echt gewoon blij en heel erg excited naar de film gaan kijken. Ja, en de scholieren hebben ook de keuze naar welke films ze gaan. Dus degenen die erheen gaan, willen ook echt naar die documentaire. Ja, zelf ben ik ook naar de Free Solo geweest. En het is niet echt zo'n saaie documentaire over die veersbeestjes of zo. Het is wel echt super vet gemaakt. Een jonge gast die al zijn hele leven doet aan bergbeklimmen. En dan op een gegeven moment gewoon zoiets heeft van... joh, ik wil de uitdaging aangaan om gewoon een berg te free solo, heet dat. En dat is dan zonder touw, zonder beveiliging. Gewoon klimmen op die berg. En dan op een gegeven moment stapt hij bijna mis. En dan zit je echt op het randje van je stoel. Echt, ik gooi bijna mijn popcorn over mezelf heen. Nou, gaan jullie denk ik zelf ook films bekijken? Of hebben jullie ze allemaal al gezien? Niet allemaal. Nee. We hebben ze wel deels bekeken, maar niet allemaal. Want dat hebben we, zeg maar, met z'n 16 hebben we dat allemaal een beetje verdeeld. En hebben we het allemaal wel bekeken. En tijdens, als de film draait, gaan we ook zeker meekijken. Maar we moeten op de dag zelf ook natuurlijk nog heel veel organiseren. Ja, want Rikst, wat gaan jullie dan allemaal doen? Op de dag zelf? Op de dag zelf. Nou, we zorgen dat alle scholieren overdag gewoon naar de goede zaal gaan en alles goed gaat. En we moeten alle kaartjes gewoon bijhouden en zo, wie er allemaal zijn. En 's avonds eigenlijk hetzelfde, maar dan met alle andere mensen. Ja.
En ben je dan de hele week vrij van school? Of doe je dit ook nog naast de lessen? Nou, we moeten wel naar school, maar ja, bovenop onze eigen dag. Want elke school heeft zeg maar zijn eigen dag overdag. En dan zijn we in ieder geval wel vrij. Ja, nou dat is best wel veel werk. Wat leuk dat jullie dat doen. Ja. Zijn jullie vorig jaar zelf ook geweest? Of hoe zijn jullie erbij gekomen om dit te gaan doen, Lux? Ja, het is eigenlijk elk jaar. Dit jaar is alweer het vijfde jaar. En we kregen gewoon een mailtje van onze school van... joh, Scholieren Filmfestival is weer... lijkt het je leuk om dit te organiseren, dan meld je aan. Dus wij hebben ons aangemeld. En dit is gewoon elk jaar. Dus volgend jaar wordt het waarschijnlijk weer gehouden. Maar dan weer met andere mensen. Nou, stel dat er mensen helemaal enthousiast geworden zijn. Als je dus op een van de scholen zit die jullie net genoemd hebben, dan ga je er sowieso naartoe. Dat is helemaal geregeld. Maar stel dat je er 's avonds naartoe wil. Waar is het en wat kost het? Ja, het is in Lido. De prijzen verschillen een beetje per film. De films die draaien, een kleine beschrijving, trailers en de prijzen kan je vinden op onze site, wat Titus net ook al zei, sfleiden.nl. Ja, en 's avonds zijn gewoon de films voor open publiek, dus iedereen kan komen. En de kaartjes zijn rond €10. Ja. Nou, dat valt dan ook wel weer mee voor een avondje vertier. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier volgende week. En ik hoop dat er heel veel scholieren komen genieten van de films. En dat jullie het ook nog een beetje leuk hebben. Ja, dankjewel. Volgende week dus het Scholieren Filmfestival in Leiden.